voelde gisteren al in de uitvaart en de opening bijvoorbeeld dat het zo nog meer binnenkwam dan normaal. En dat was best intens, maar wel heel tof. Dus ik hoop dat we vanavond nog verder daarin kunnen gaan. Dat het raakt. Zoals het gisteren raakte het mij in ieder geval heel erg. Ik hoop dat het dat dat ook zo overkomt en dat het vandaag ook het publiek gaat raken. Gisteren stonden we al hier. En dat was echt de beste die ik ooit heb gezien. Dus ik hoop dat het vandaag net zo goed gaat. Dus ik vind het heel spannend. Maar wel, ik heb er heel veel zin in. Goedenavond. Hartelijk welkom bij de première van Evita. Echt te gek. Ja, ja. Alles kwam bij elkaar. En qua ensemble, qua vormgeving. Het was echt genieten. Ja. Ja. Ik heb ontzettend genoten. Ja, ik vond het heel indrukwekkend. Brigitte Heitzer is weer galoos. Ja, prachtig. Ik heb met René gewerkt, met Brigitte Heitzer. Joran de Bond. Dus veel oud-collega's. Dus ja, ik voel me vereerd hier te zijn. Het is een hele mooie show. Volgens mij waren we on fire, zoals het heet. Ze waren helemaal stil op het einde, dus dat is precies wat het moet zijn. Het was een hele spannende, magische sfeer op toneel, tenminste voor ons. Ja. En dat op een première gebeurt is echt te gek. Ik ben heel blij dat we nu mogen gaan spelen met deze mooie show en deze hele fijne groep. We hebben een echt ensemblevoorstelling, vind ik. Natuurlijk, je hebt Evita, je hebt Jay, je hebt Perron, maar een dag voor de première nog de hele groep met ensemble mensen naar je toe komen. Naar Brigitte van, hoe kunnen we dat nog doen? Kun je daar eens luisteren? Ik heb echt zin om dit overal te vertellen. En natuurlijk, ja, de kaartverkoop gaat ook gewoon heel goed. Dus dat geeft gewoon, dat is een heel fijn gevoel als je weet dat er mensen graag naar je komen kijken. En ja, we gaan ze inpakken. Reserveer nu de beste plaatsen via evitademusical.nl.